Zoals we hier nu de kippen zien liggen, zit er ook een groot verschil in de bereidingen. In de basis gezien al heeft de kip, eigenlijk welke ik ook pak, heeft een lastig iets. En het lastige van de kip is, de kip heeft een borst en de kip heeft bouten. Die kan je eigenlijk zo doorsnijden, op deze manier. Nu is het zo dat het altijd een compromis is. Als je de borst gaat garen, wordt die snel te droog, maar dan is de bout nog niet gaar. Dus om de bout gaar te krijgen, heeft hij meer tijd nodig, maar dan is de borst droog. Dus je blijft altijd zitten met of een droge, sappige borst, maar een rauwe bout, of een goede bout, maar dan wordt de borst heel droog. Nou, om dat op te lossen zijn er verschillende methodes. Je zou ervoor kunnen kiezen om de kip door te snijden en de borst los van de bout te bereiden. Dat is eigenlijk de makkelijkste oplossing. Naarmate de kip het ras verandert en de kip ouder wordt, wordt het vlees ook steviger en voller van smaak. Ieder ras heeft zijn eigen karakteristiek, maar de stevigheid is toch wel het wat je het meeste merkt. En ook daarmee met die stevigheid, het zeg maar droog worden of het hard worden van de borst, dat is de moeilijke uitdaging. Daarom kan je eigenlijk een biologische kip niet bereiden zoals je een gewone Hollandse kip bereidt. Dat is niet goed te doen. Als ik dat weer afzet tegenover het leghaantje. Het leghaantje kan je eigenlijk beter zien als een hele aparte soort. Meer als een kwartel of een parelhoen. Het leghaantje heeft het nog extremer. Dus de verschillen. Hij heeft geen hele volle borst. Maar wel een mooie ontwikkelde bout. Als we die dan tegelijkertijd gaan garen, dan zal je zien dat de borst eigenlijk heel droog wordt en te lang gegaard is. En de bout in het binnenste nog rauw. Ja, daar zal je toch echt een scheiding aan moeten brengen of een speciale bereiding. Dan kan je denken aan het pekelen van het product. Je kan denken aan het sous-vide garen van het product. Je kan denken aan het in tweeën bereiden van het product. In ieder geval, als je hem in zijn geheel bereidt, is het een moeilijk compromis te sluiten. Zeker bij het leghaantje. En hoe beter de kip, hoe moeilijker dat wordt. De haan, die ik hier nu niet heb liggen, die eigenlijk nog in het spectrum hiernaast komt, is een kapoen. En een kapoen is een gecastreerde haan. Bij een haan komt de puberteit rond de 15 weken. En wat er dan gebeurt is dat het vlees van die haan wordt steviger, wordt harder en eigenlijk minder lekker. Omdat die hormonen gaan spelen. Kapoen is een product zeg maar, waar de haan gecastreerd wordt. En door die castratie komen die hormonen niet vrij. Dus krijg je wel de grootte van een haan en de groei van een haan. Maar je krijgt niet de hanengevechten, je krijgt niet het stevige vlees, je krijgt niet het gespierde vlees. Dus het is eigenlijk een speciale haan. Nou, deze groeit door tot een kilo of 4 en wordt dan geslacht. Je hebt daar ook weer verschillende klasses in. Maar dit is echt een seizoensproduct wat richting de kerst gaat en een Franse specialiteit. Qua smaak is het wel een heel mooie kip, maar ook stevig. Maar niet te stevig om lekker te zijn. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.